Oké. Okay. Ja. Een paar bakers vangen. Ook een snoek, maar 100 vangen. Een paar voortjes vangen. Eén brazen. Ik kan de vissen echt tellen die ik hier. Ja, ik heb hier niet zoveel vakjes. Ik heb pas net een visvulling. Okay. Dus in het begin van de vissen. Dat is eerst deze gewoon. Wordt er gecontroleerd? Ja, precies. Oh, ik vis eigenlijk nooit zonder visvulling, maar. Ja, dat moet uitleggen. Dus maar sinds kort kan ik pas met op mijn grapje. Voor was dat een beetje geen schemering. Een beetje. De bedel staat niet bij, maar die heb ik gewoon bijgevoegd. Ja. En het mooie is, die zijn ook in twee delen. Dus kunnen wij wel in elkaar. Ja. Doen we dat goed voor de camera? Ja, precies. Ja. Oh ja, je moet ze even. Precies. Ja. En dan even draaien totdat ze. Nee, maar ik ga het versneld. Je hoort helemaal geen audio. Kan je dat zo uitklappen? Ja, kan. Ik denk dat is goed. Ja, dat is net op de tent. Oh ja. Deze kan Willem misschien uitklappen. Kan ik even checken of die. Ja, dat is goed. Maar je bent tevreden, Marc, over. Ja, uiteindelijk ben ik er echt tevreden over. In het begin was ik echt een beetje bang met die instabiliteit. Ja. Maar dat heb ik nou niet meer. Okay. En wat vooral relaxed is in het verlicht van de kamer. Dat is super licht natuurlijk. En echt wel, je kan hem in principe in je rugzak wel meenemen. Dus dat is ja. Goed. Ik heb uiteindelijk ook pas 3 of 4 gebruikt. Maar van 1 keer maar een week. Ja. En, dus wat dat betreft heb ik er niet zoveel ervaring. Nee. Zo lang. Ja. En dan kan je hem open klappen, zodat we dingen in kunnen. Oh nee, wacht, laat hem even zo liggen, want we hebben het eerste twee stokken. Mijn collega van mij gaat op Noorwegen, die was dit jaar geweest. En die zei dat in Noorwegen ontzettend veel van deze. Heeft hij heel veel van deze kamers gekregen. Oké, okay, ja. Ja, je kan daar de hamer uitmaken. Ja, oké, okay, daar zijn ze. Heel populair, ja. Oh, maar deze gaat niet helemaal in, Marc. Oh, dan moet je een beetje bieden. Oh ja, dan. Ja, ik ben een beetje gericht, dat niet. Maar het is wel aardig goed, dit wel. Ja, het is allemaal een beetje licht gewicht, maar het komt wel redelijk steeds. Ja. Kan je staan hier aan de staan? Heb je dat aan? Heb ik niet vanavond, maar wij zijn er terug. Ik zal meteen als filmen durven. Ik was op de website, dus ik ben 23 nu, kan op zetten. Ja, ja, maar dit doet wel 300. Ik ben toevallig op de gebruiksaanwijzing gekeken. Waar heb ik download voor? Nou ja, ik kan hem je laten sturen ook over. Alleen, er is altijd één ding wat ik altijd even. Dit ben ik zeker. Dit gaat een beetje van smal naar. Ja, ja die dingen van die kiezer zijn best goed. Deze moet er één. Precies, ja. En dus, dat is hetzelfde, dat maakt niet uit. Even kijken, stel dat je die kant opvaart. Ja, dat zijn er deze twee. Ja. En het handigste is dat eentje erin schuift. Ja. En de ander die gelijk erin is. Dus, ja. Dat zou kunnen. Ik heb maar sinds Zweden niet. Ja.
perfect pomoen. Nee. En heb je al het uitdrillen van vis vanaf de boot? Ging dat een beetje? Nou, ik heb één snoep maar gevangen. Eén grote snoep. En die was helemaal makkelijk. Ja, die had helemaal geen gevecht. Dus, Oké, dus dat was niet echt. Nee. Dus En dit is een ratgang boem uit? Ja, dit is de helft van de tijd ongeveer. Even kijken, dit is alles wat we willen testen, toch? Nee, dus, nee. Met elkaar. Dit gaat hier een beetje rommel. Wat ik even doe, ik zeg mij even een ding sturen. Ik stuur je nog het S1A4'tje, dan zie je eigenlijk wat de stripvaart moet. Ja, en dan doe ik het even presenteren mee. Ja, ja. Dan ben ik aan het gaan een keer in elkaar te zetten. Niks woord. Ja, dat wel. En dan is het vanaf de slagwaarders los slaan. Ja, op de ribben eruit, want het is omgekeerd op. Klik, kan je gewoon loslaan maar? Ja, of, als je de clip los hebt, zeg maar. Dus, ja. Of ja, de clip kan je loslaan. Goed. Thank you.